De Matshaolo heeft vandaag een speciale persconferentie belegd om nader in te gaan op de kwestie rond de benoeming van een Gramang der Saramakaners. Sinds het heengaan van Gramang Songo Aboikuni is er namelijk een geschil rond zijn opvolging. De ex-DC, Richiane Libretto, gaf een uiteenzetting over het instituut Gramang. Volgens hem is dat instituut een regerende familie waardoor niet iedereen Gramang kan worden. Libretto geeft verder aan dat een Gramang in zijn leven zijn opvolger aanwijst. Het gaat volgens het systeem van afstamming of het matrilineair systeem. Matri is moeder. Dus je kan erven, jouw afstamming wordt bepaald door de moederlijn. Als je niet behoort tot de moederlijn, kan je niet erven van de familie. Daarom zegt men, de Gramang, de kapitein, wordt opgevolgd door de zoon van zijn zus. Het hoeft niet direct zoon van de zus te zijn, maar de persoon die hem opvolgt, die hij aanwijst, hij houdt een mededeling dat de relatie tussen hem en die persoon gaat via de moederlijn. En dit systeem geldt voor het totale binnenland. Alle 6 stammen hanteren dit systeem. Jouw zusterskinderen, kinderen van de moederlijn, die kunnen jou opvolgen, die kunnen eigenaar worden van jouw bezitting. Volgens Libretto zijn er bepaalde voorwaarden waaraan er voldaan moet worden voordat de Gramang wordt benoemd en geïnstalleerd. Ernie Landveld, de woordvoerder van de Matshaolo-familie, gaf aan dat anderen zich opgeven als ze zijn Matshaolo. Maar dat zijn ze niet. Waarschijnlijk zijn ze onderdelen daarvan. Maar de lookoudsten van de Matshaolo hebben een beslissing genomen en die beslissing hebben wij als Saramakaners te respecteren. Het doet ons thans voor dat enkele Saramaka cultuurdeskundigen, een zekere Salomon Emmanuel en Eddie Joseph Zoon, zich op een gegeven moment hebben verheven tot openbare aanklager en opperrechter in de opvolgingscase, in deze opvolgingscase. En op grond daarvan hebben ze besloten of geoordeeld dat Gramang Nanse en gevolg, die op 6 maart 2017 cultureel werd ingewijd en geïnstalleerd tot de nieuwe Gramang der Saramaka, wordt uitgesloten van deelname aan elke discussie over het door hen ingestelde traject naar een zogenaamde vermeende oplossing. Ernie Landveld, woordvoerder van de Matshaolo, vandaag op een persconferentie in zaken de opvolging van de Gramang der Saramakaners. Het standpunt van de Matshaolo-familie is in deze kwestie is dat deze lo Nase Amina gekozen heeft als de Gramang der Saramakaners. Deze keuze is voorgelegd aan de Samaka-gemeenschap en zij hebben het volledig geaccepteerd. De Gramang is in dit licht de vorige week begonnen met zijn werkzaamheden. Hij wordt daarbij bijgestaan door waarnemend Gramang Konu Ameche Pavion, de kapitein Alosa Aboikoni en Basha Humphrey Amoida. De Matshaolo heeft verder bepaald dat Albert Aboikoni niet is voorgedragen om Gramang te worden. Hij wordt als zodanig ook niet geaccepteerd door de Matshaolo-familie.